Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een gespikkeld beeld op de Noordzee, dat zijn allemaal kleine buitjes die met een noordwestelijke stroming onze kant op komen. Die buitjes kunnen winters van karakter zijn met wat natte sneeuw of hagel en tijdens zo'n bui kan het kortstondig even glad zijn. Maar buiten de bui omschijnt de zon van tijd tot tijd en ligt het kwik vanochtend al een paar graden boven nul. Vanmiddag komt er nog wat bij, 4 tot 6 graden, maar we houden wel die kans op een bui met wat natte sneeuw of hagel erbij. Tussendoor de zon en een matige wind uit het westen tot noordwesten. Vanavond wordt het in het noorden van het land wat sneller droog dan in het midden en zuiden en westen. Er kan dus nog wel een enkele winterse bui vallen bij temperaturen die richting het vriespunt gaan, in de nacht rond het vriespunt liggen en op dan nieuw is er dan kans op wat gladheid. Morgenochtend is het op veel plaatsen droog met wat zon. Morgenmiddag gaat het bewolkt raken en morgenavond gaat het regenen. Met in het oosten van het land opnieuw kans op wat natte sneeuw. Temperaturen 4 tot 6 graden. Vanaf maandag is het wat zachter. Hoewel dinsdag de temperatuur misschien weer een kleine terugval heeft. Maar we blijven dan ruim boven nul ook in de nacht. Er is ruimte voor wat zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En op veel plaatsen blijft het wel meest droog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.